Een week geleden vond ik weer eens een krantartikel waar dat ik mij als jarenlange strip van weer eens druk in moet maken. Enfin, druk maken is het slechte woord. Uh, maar in elk geval het gaat over dit artikel. Uh, dat gaat over een nieuw congreslid in de VS die de eerste af moet leggen en die dat doet met een stripalbum van Superman. En wat steurt mij daaraan is de volgende tekst. Dat um, democraat Robert Garcia beloofde de eet af te leggen met de grondwet. Daaronder heeft hij echter enkele andere symbolische voorwerpen laten liggen. Waaronder een foto van zijn overleden ouders, het certificaat van zijn staatsburgerschap en een origineel exemplaar van, de van het allereerste Superman album. Bon. Sorry, maar. De stripneurd die mij maakt zich toch ergens druk in het gebrek aan research van de journalist die deze geschreven heeft. Want uiteraard is Superman 1 niet het eerste Superman stripalbum. Het is het eerste nummer van de reeks Superman. Maar het eerste Superman stripalbum is uiteraard Action Comics 1. Nu ja, enfin, ik kan ergens wel begrijpen dan een journalist van HLN. Dat al niet echt de meest betrouwbare krant is in zo'n artikels En uh, dat hij niet altijd zo'n klein prullen gaat checken. Hè. En moest je die ermee confronteren, zal hij misschien ook nog zeggen. Uh, ik bedoelde de reeks. En niet uh, de, het personage en zo, enfin, uh, allemaal kleine excuses. Maar bon, ik kan het nog ergens begrijpen. Het is Halen. Echter, uh, verleden weekend kreeg ik de nieuwsbrief van uh, de EPO binnen. En eigenlijk staat daar exact hetzelfde. Uh, dus hier staat letterlijk: uh, Het nieuwe congres van Robert Garcia belooft om tijdens het afleggen van de eet een origineel ex exemplaar van het eerste stripalbum van Superman uit 1939 te gebruiken. Daar heb ik al iets meer problemen mee, want uiteindelijk, de Apple-nieuwsbrief is toch een nieuwsbrief die gaat over uh, strips. En dan vind ik eigenlijk dan nog erger uh, dat dat op deze manier wordt geschreven. Maar bon, hè. wederom geen ramp. Het probleem dat ik dan eigenlijk mee zit bij zo'n artikels, dat is, ik lees zoiets en dan wil ik daarover klagen. Maar laat ons eerlijk zijn, hier in huis heb ik daar absoluut geen publiek voor. Ik vertel zoiets dan aan mijn vrouw, want ja, dat is de, de, de eerste go-to persoon. En in het beste geval rol, rolt die een keer eens met haar ogen... en zucht die een keer eens. Maar meestal krijg ik zelfs commentaren zoals: oh, "Hé, jij, echt niks anders te doen dan je met zo'n prullen bezig te houden?" Of jongen, echt waar, dat interesseert mij. Nou is letterlijk niemand al die zeven dat je nu aan het vertellen bent... Hè. En, bon, dat is, dat is lastig, want je kunt je frustraties bij wijze van spreken nu niet kwijt. Maar op zich, in dit geval gaat het ook over een prul. Hè. Net zoals, uh, ik denk dat dat een jaar geleden is, dat ongeveer in alle kranten stond dat Superman plots biseksueel werd. Waarbij dat er in veel artikels ze even vergaten te vermelden. Dat niet gaat over de superman dat iedereen kent, namelijk Clark Kent, Kal-El, maar dat gaat over zijn zoon, John Kent, Jonel. Maar bon, wederom hier, ik maakte mij daar druk in, maar dat is maar een prul. Ik maakte mij vooral druk omdat mensen mij zeggen, ja, oh, die superman, ik heb gehoord dat hij nu biseksueel is. Wederom, klein prullen. Echter, Er was een paar jaar geleden een artikel, het was eigenlijk meer een nieuwsfeit, waar ik me echt kwaad in heb gemaakt. En dat eigenlijk, ja, mij om, om een of andere reden recht in het hart raakte. En ja, heel mijn omgeving snapte niet waarom dat ik me daar zo kwaad in maakte. En kon mijn redenering niet volgen. En dat maakte me eigenlijk zelfs nog kwaad. En dat ging over het volgende artikel: Album 26 van de Kieke Boes is beste. Belgische strip. Nu even wat achtergrond. Hè. Uh, tot voor kort had je elk jaar in november in Antwerpen de Boekenbeurs. Uh, het laatste jaren uh, is dat niet meer gelukt, want die organisatie is failliet gegaan. Uh, maar bon, na dit artikel kon mij dat ook eigenlijk niks schelen niet meer. Wat hadden ze gedaan? In 2014 uh, hadden ze het plan voor iets meer focus te leggen op het medium stripverhalen. En eigenlijk vertaalde zich dat gewoon in dat er iets meer ruimte voor stripverhalen was op die beurs. Wat hadden ze ook gedaan? Ze hadden samen met Radio 1 een verkiezing georganiseerd om te bepalen wat het beste Belgische stripverhaal ooit was. En Album 26 is daar dus uitgekomen als de winnaar. Nu... Ook al zou een dertiger album bij mij nooit in een top 20 of zelfs top 30 geraken. Op zich had ik geen probleem met album 26 20 op nummer 1. Hè. Dat is naar mijn mening in alle geval mijn voorsprong beste Kekaboe-album. En ja, het was en het is eigenlijk nog altijd steeds, in mijn ogen al sinds, vrij revolutionair. Het is een album waarin dat de vierde wand constant wordt doorbroken. Uh, je hebt personages die plots over een kadernummer vallen. Je hebt personages die scènes moeten spelen zodat een tekenaar dat kan overtekenen. Een beetje gelijk, acteurs in een soap. Je hebt wagens die plots te snel rijden zodat de tekenaar de tijd niet heeft om de achtergrond te tekenen. Enzovoort, enzovoort. Allee, het is constant lachen met het mediumstripverhaal en daar ja, rare dingen mee doen. Dus op zich, revolutionair. Ik zou het er niet op zetten, maar ik snap wel wat dat het hier staat te doen. Maar de lijst wordt problematischer als ik verder in het artikel scroll en dat ik zie wat dat er verder in de top 5 staat. Op nummer 2 staat daar namelijk de koningin van onderland van Jommeke. Nu, ik snap, ik snap dat perfect. Hè. Uh, Jommeke is een icoon in het Nederlandstalig stripverhaal. Hè. Alle kinderen die zijn daar zot van. Ik heb zelf als kind ook massa's jommetjes gelezen. Uh, dat wordt nog altijd geweldig veel verkocht, geweldig veel gelezen. Ik denk dat een, het grootste gedeelte van de kinderen hier uh, leren lezen met jommetjes zelfs. En als je dan gaat zien bij de jommetjes welke, al, welke albums zijn, worden we aanzien als de beste albums, dan gaat dat altijd tussen de Koningin van Onderland of Kinderenbaas. Hè. Kinderenbaas dan een iets meer typisch jommeke verhaal, aangezien dat dat typische jommeke involgt volgt van gobbelijn vindt iets uit, een middeltje dat geraakt per ongeluk in de waterleiding of zo, uh, en heel Zonnendorp uh, ondervindt daar de gevolgen aan. Daarnaast heb je de Koningin van Onderland, dat ik ook persoonlijk net iets beter vind als kinderenbaas, en dat voor mij ook de beste jommeke is, dat er een soort horrorverhaal voor kinderen is, waar dat kinderen in ontvoerd worden, in kelders worden geplaatst, waar dat kinderen uh, de champêtre om hulp proberen te gaan vragen, maar dat is juist diegene die de kinderen ontvoert, voor een of andere zottien die koningin wilt worden van haar eigen land en zo. Dus super creepy, veel kinderen die daar zelfs nachtmerries van hebben. Op zich, het beste jongeke album. Oké. Okay. Akkoord mee, maar laat ons eerlijk zijn, er is geen enkel jongeke-album dat verdient om nog maar in een top 200 of een top 300 van Belgische strips te staan. Wat staat die dan in godsnaam op nummer 2 te doen? En dan wordt het eigenlijk nog erger. Want op nummer 3 staat de Zwarte Madame van Suske en Wiske. En ook hier, ja, oké, okay, ik snap het, Suske en Wiske is een icoon van, van het Nederlandstalig op verhaal zelfs misschien nog meer dan Jommeke, want alhoewel dat Jommeke hier bij kinderen misschien zelfs veel populairder is dan Suske als ik me niet vergis, in Nederland, om een of andere reden, kennen ze daar Jommeke nog niet eens. Dus over heel het Nederlands taalgebied zal Suske een groter icoon zijn. En ik zou zelfs kunnen begrijpen dat er ergens een en in de top 20 of zo geraakt, want bij Suzanne er zitten echt wel... Enorm goede albums bij. Maar De Zwarte Madame? Wie in godsnaam vindt De Zwarte Madame het beste Suske album ooit? Buiten misschien iemand die da, waarbij dat da zijn eerste strip was en die daar nostalgische gevoelens over heeft, maar kom aan hè. Dat is één. Slecht getekend. Dat is dat verhaal. Dat is langdradig. Op momenten springt dat precies van een hak op de tak. Allee, ik bedoel, de, de kwaliteit van dat verhaal is gewoon niet wat dat zou moeten zijn. Dat is een zeer middelmatig album. En, en allee, ik wil daar niet meer zeggen dat dat. Allee, dat dat super slecht is. Ik snap ook perfect waarom dat, dat is wat dat is. Dat is een van de eerste Susken en album. albums. Dat is nooit ertekend wat meteen verklaart waarom dat dat nu er zo slecht uitziet. En stamt ook nog uit van een tijd dat Susken en Wiskes in de eerste plaats een krantenstrip was. Die dan achteraf in album gezet wordt. En dat wil zeggen dat het vooral belangrijk is dat je bij elk blokje van uh, twee strookjes op een cliffhanger eindigt. Zodoende dat uh, mensen die dat lezen... de dag erna zeker ook terug de krant kopen. Dat was het bestaansrecht van die strip. En ja, dat ging soms inderdaad... ten koste van het overkoepelend verhaal. Hè. Als je dat bijvoorbeeld kijkt naar Thailand Amoras... dat is dan bijvoorbeeld wel... een oud susken dat ertekend is. Maar vooral technisch heeft dat exact dezelfde problemen. Dus, bon... Ik snap dat allemaal, hè. maar wat doet dat album in godsnaam in een top 5 van Belgische stripverhalen? Zet daar eender welke album van de blauwe reeks? En misschien ga ik nog met de plaatsing problemen hebben, op nummer 3 of zo, maar dan snap ik dat beter. En als je dan verder gaat kijken, nummer 4, ja, dat is de Juwelen van Bianca Castafiora. Op zich geen probleem mee. Het is niet mijn favoriet album Maar oké, okay, het wordt algemeen aanzien als het beste album En ik snap op zich wel waarom. Dus geen problemen mee. Nummer 5 is dan um, als ik het even zie, ja, Avontuur in Santorini van Piet Pinter en Bert Bieber. Wederom. Ja, ik kan eigenlijk hetzelfde zeggen als bij Jommeke. als Suzknemisch. Ik ga mijn eigen hier halen. Uh, op zich geen slecht album, Piet, Pinter en Bert Bieber. Best een sympathieke reeks, krantreeks. Maar dat hoort helemaal niet in een top 5. Dus ja, dat is allemaal goed en wel. Hè. Die, die in top 5, dat zijn we opgesteld. Maar waar. Zijn de echt goede stripmakers? Hergé zit erin, maar dat is de enigste. Waar zit Franquet? Waar zit Chigé, Waar zit Morris? Waar zit Chardier, Waar zit Jean Van Amme? Herman? Uh, Edgar Paul Jacob? Die zitten daar allemaal niet in? En enfin, ja, weet je, ik snap het. Hè? Uh, de Radio 1-luisteraar heeft daarvoor gestemd en die hebben gewoon gestemd op de dingen die ze zich, zich herinneren uit hun kindertijd. Maar ja, dan stel ik, ik voor dat we dan een keer eens hetzelfde doen uh, met een verkiezing van best een boek. En dat je dan plots op nummer 1 uh, Tini op de boerderij hebt, en dat daar daarna uh, een boek van dagelijkse kost of van SOS Speed staat, en daarna een boek van Marc de Bel. En stel dat je met zo. Met, met zo uh, uh, een hitparade van beste boeken afkomt, dan ga je direct de, de winter de boekenlezers horen zeggen: van ja, ja, maar ik zit ermee aan het lachen. Hè. Want dat zijn allemaal genres doorheen, dat zijn genres als jeugdboeken en kookboeken. En als wij een discussie doen rond beste boek, dan gaan we dat zelfs niet in overweging nemen. Die boeken die daarin staan, dat zijn zelfs genres waar we niet aan denken. Ja, maar ja, dat is juist mijn punt. Georganiseerd een verkiezing. Uh, Omdat je wilt een keer eens aandacht geven aan strips. Maar je steekt ten eerste alle categorieën zoals jeugdstrips, krantenstrips, uh, humoristische strips, actiestrips, avonturenstripverhalen, historische strips, graphical novels, ook al vind ik dat een belachelijke term, uh, al die dingen en, en nog meer steekt erbij En je laat dan. Uh, stemmen wat is het beste door mensen die, volgens mij, de laatste 30 jaar geen stripverhaal meer hebben opengedaan. In welke wereld is daar respect tonen voor het Belgische stripverhaal? Een st Belgische stripver Ik heb het over het Belgische stripverhaal. Dat is, een, uh, dat is het st stripverhaal dat toonaangevend is geweest voor heel de Franco-Belgische stijl. Twee blad kaafje, twee blad robbedoels wat dat Belgische weekbladen waren, waar dat Belgische stripmakers aan werkten, dat heeft echt wel, uh, wat dat men nu de Franco-Belgische stijl noemt, heeft dat echt gecreëerd, gemaakt, uh, gekneed. En die Franco-Belgische stijl, dat is dan op zijn beurt de stijl die toonaangevend is geweest voor heel het Europese stripverhaal. Dus, is daar respect tonen voor dat stripverhaal? Maar ja... Dat is ook wat je natuurlijk krijgt als je zoiets laat organiseren door een hoop door het ja, telitair boekenmilieu. Hè. Die strips eigenlijk nog altijd iets zien als iets, uh, iets, iets ondermaats, onder als, als, als geen volwaardig leesmedium. En die dat voor kindjes vinden. En die de paar strips die ze dan toevallig wel eens lezen en dan zeggen, oeh, dat is toch wel iets goeds, dat is wel leuk. Die, die dus heel goed vinden, die, die ze dan snel ineens graphical novels gaan noemen. Want waarom noemen bepaalde boeken graphical novels? Dat is gewoon omdat bepaalde mensen, een bepaald publiek, dat die stripverhalen goed vinden, dat graphical novels gaan noemen, zodoende dat ze niet moeten bekennen dat ze ook af en toe een stripverhaal lezen aan hun elitaire boeksnopvriendjes. Bon, eh. Uh... Genoeg, uh, genoeg daarover. Um, ik wou even snel even over dat artikel praten en ik heb er ineens een hele lange rent van gemaakt. Sorry, dat moest even van mijn hart. Uh, ja, ik zou zeggen: als je deze video leuk vond, als je mijn rent een beetje leuk vond, like het, zet iets in commentaar. Zet misschien ook. Uh, in commentaar als je zelf ook eens zoiets bent tegengekomen. Een nieuwsfeit, een krantartikel waar je je als strip-liefhebber, uh, als comic-liefhebber, manga-liefhebber, het maakt niet uit, echt aan Ik ben benieuwd of dat er nog zo van die artikels zijn. Um, en ja, bon, tot de volgende vlog zeker. Bye!